in hand. Buffend en hijgend gaan deze fietsers naar boven. Ze moeten nog een stukje. U kijkt naar de uitzending van de actie rond Alpe d'Huez. Zij beklimmen vandaag de legendarische berg hier in Frankrijk. Allemaal om geld in te zamelen voor het goede doel. Geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Langzaam maar zeker zie ik tussen de wolken af en toe door een bergtop tevoorschijn komen. Het wordt beter weer. Dat is fijner voor de fietsers als ze naar beneden gaan. Het is minder kil. Het is veiliger als de weg wat droger wordt. En ik kan u vertellen, het laatste stukje is het fijnste stukje. Dat gaat bergafwaarts. Dan is het klimmen voorbij. Dan kunnen de spieren rusten. Dan kun je rollen richting de streep. En dan, terwijl de spieren even stilstaan, komen vaak dan ook de emoties naar boven. Dan gaan ze richting finish. Waar de mensen nog niet zo ver zijn, is in bocht 7. Daar is Marjolein. Daar moeten ze nog een stukje. Marjolein, hoe gaat het daar? De hele tijd natuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Maar die kunnen niet zonder de supporters hier langs de kant. En kijk, ze is gaan aanmoedigen. Dat wil wel natuurlijk. Kom op, kom op, kom op, kom op. Nou, zo hou je geen keel over, jongen. Ja, nee, maar dat geeft niet, hè. We smeren er wel bij, hè. Komt helemaal goed. En voor wie staan jullie hier? Wij staan voor Climb to Race. Oké, okay, wie zijn dat? We fietsen op een tandem. 9 tandems hebben we. Met stokers achterop. En de captains voorop. Stokers zijn de mensen, ex-kankerpatiënten en kankerpatiënten. En begeleiders erbij. Dus ze zijn goed bezig. Hebben jullie ze al gezien? Nee, helaas nog niet. Nee, ze zijn onderweg, maar we zijn iedere keer al aan het appen. Zij krijgt iedere keer een appje van de man. Ja, wat is dit? Dat is wel op de hoogte gehouden, maar verwacht ze ieder moment, maar ze zijn er nog niet, dus moet even wachten. Hoe is dat als supporter langs de kant? Ja, leuk. Oh, het is echt fantastisch. Alle mensen, maakt niet uit. Je supportert iedereen. Iedereen die omhoog komt, is gewoon een fantastische prestatie. Je ziet echt iedereen zoveel inspanning leveren en helemaal top. Echt leuk. Ja. Want je juicht ook echt voor iedereen, hè? Ja, ik juicht voor iedereen. Ja, maakt niet uit. En iedereen roept ook, oh, dankjewel. En ja, nou is hier veel te doen in de bocht. We zijn net een stukje verder doorgegaan, er is niks te doen. Dan zie je mensen, oh ja, dankjewel. Weet je wel, zo. Ja, het is echt hard nodig. Wat zie je dan aan die gezichten, op het moment dat je dan zo staat te juichen? Wat dat met ze doet? Dan zie je net zo van, even een trapje erbij, weet je wel. Oh, even zo'n oplevingje. Dat is echt leuk om te zien. Ja, ja. Ja, echt super. Even een stukje door naar achteren, want ik zie daar ook een heel klein supportertje. Ja, dankjewel. Hallo. Hallo, ook support? Ja, wij zijn ook voor de support hier, ja. En voor wie sta jij hier? Vertel eens even, Joost, voor wie komen we hier aanmoedigen? Mama. Oh, mama, hè? Mama is al 2 keer omhoog geweest. Al 2 keer omhoog geweest? 2 keer, ja. En we zijn hier voor het goede doel, uiteraard. En wat roep je dan naar mama? Wat ga je dan zeggen? Hé, mama! Hé, mama! En wat zegt mama dan? Mama zegt niet zoveel, die gaat lekker door. Wat zei je? Die gaat lekker door, dus die zegt niet zoveel. Wat doe je dan de hele tijd zo langs de kant? We zijn boven begonnen, want daar logeren we in een appartement. En vanmorgen al heel vroeg bij de finish, de eerste keer dat mijn vrouw de berg op geweest is. Ja, toen zijn we langzaam maar gezakt en we gaan zo weer omhoog. Want we wachten hier op vrienden waar het team om draait. Mijn vrouw heeft borstkanker, hopelijk weer genezen, maar daarvoor doen we dat eigenlijk. En die komt als goed is zo in bocht 7 hier. Dus daar wacht ik nog even op en dan ga ik weer naar boven. Nou, jij nog even 1 keer hup, mama. Hé, mama. Hé, mama. Hé, mama. Nou, en zo klinkt dat dan hier in bocht 7. Ja, het is nou weer opgeklaard gelukkig. Dus, En dan hup, mama. Je eigen zoon die hier naar boven schreeuwt. Dan moet je wel boven komen. Nou, hoe gaat het op de rest van het parcours? Margreet en Robert-Jan nemen ons mee de berg op of af. Inderdaad, de berg op of de berg af. Volgens mij gaan we momenteel de berg af. Vlak na de top. Dit zou naar bocht 1 kunnen zijn. En dan zien we natuurlijk wel dat het nogal glad is. En dat betekent nogal wat voor de coureurs. Ja, ik heb begrepen dat de daalsnelheid verlaagd is. Normaal gesproken mag er gedaald worden rond de 40 km per uur. Maar het is nu verlaagd naar 25 km per uur. De weg is namelijk glad. U ziet het misschien ook, al die
Naadjes op de weg die zijn dichtgelast en vooral die worden verraderlijk glad als het regent. Ja, en als het heet weer is, smelt die naadjes en dan kun je erover slippen. Maar het is natuurlijk ook lastig voor de coureurs, want je moet je voorstellen, ze beginnen dus uiteraard helemaal beneden met bocht 21. Dan gaat het heel steil omhoog. Dan denk je van, joh, ik krijg het een beetje warm. Je krijgt het heter en heter. Kortom, je hebt het helemaal niet koud. Maar als je naar beneden moet, dan krijg je die wind. Ja, ik was net even voorbij de finish. Daar staan heel veel verzorgingsteams. En het belangrijkste wat die bij zich hebben, dat zijn ook droge kleren. Droge kleren. En vooral lange kleren. Hè? Armstukken, beenstukken, vaak nog een windjackie voor eroverheen. Want het is echt vervelend koud op die terugweg. En vergis je niet als je afdaalt. Want kijk, die fietsen hebben geen sparkbord, Margreet. Dus dan krijg je die straal water. In je nek? Die krijg je gewoon in je bilspleet. Ja. Die krijg je in je bilspleet. En de hele wielenbroek, dat zeem. Hè, ja. Want iedereen draagt de wielenbroek op de blote kont. Hè. Wat zeg je nou? De wielenbroek wordt op de blote kont gedragen. Op de blote kont gedragen, jawel, ja, ik begrijp het. Om ja. geen blaren te krijgen bijvoorbeeld. Ja, dat wordt één natte zooi. Dus ik zag juist iemand van het team Chalet.nl uit Woerden in zijn blote kont staan. Ja, die deed even een droge wielenbroek aan. Om zich klaar te maken voor de afdaling. Voor de nieuwe wat tocht. Beenstukken aan. En dan naar beneden toe voorzichtig. Niet te hard remmen. Of wat zeg ik? Je moet voortdurend een beetje blijven remmen natuurlijk. Om die velgen droog ja. te houden. Anders slip je door. Kijk, lopend gaat natuurlijk. Heb je er nergens last van, hè? Nou, behalve van hele zere benen. Absoluut. Blote kont voor het goede doel mag wel zo op zijn tijd. Dus dat is helemaal geen probleem. Als die mensen dan de berg beklommen hebben, één keer, misschien gaan ze wel voor 6 keer. Maar uiteindelijk is elke bestijging is de finish het doel. En daar staat Robin. En dat finish is het doel, ook voor Gerda. Gerda, goedemorgen nog. Hoe ging het? Ja, prima eigenlijk. Jammer van het weer, maar het was eigenlijk... Ja, het is zwaar, maar dat weet je. Hoe heb je de berg ervaren van bocht 21 naar hier? Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, van de week met de auto schrok ik wel. Achteraf gezien is het me meegevallen, maar het is zwaar. En ja, weet je wat, je doet het voor een goede doel. Je doet het voor dat ene, je geeft niet op. En ja, het is prachtig. Hoe voelen de benen? Kuiten doen erg pijn. Voor de rest valt het heel erg mee. Hoe lang heb je er nu over gedaan? We zijn om 4:30 gestart. Mooie tijd. Ja, nou ja, vind ik ook. Lekker doorgewandeld. Ja, prima toch? Gaan we nog een keer? Nee. Het zit erop voor vandaag. Maar ik vind het super knap, dankjewel. Super, dankjewel. En loop nog lekker even door, want er staan nog allemaal mensen voor jullie daar te wachten. Gaan we doen. Oké. Tot ziens, hè. Jo, toch. En zo zie je, zo heeft iedereen zijn gehaald. Ja, en hier ben je dan vlakbij de finish. En dan zie je dat mensen dan wat in een rap tempo doorlopen. Mevrouw, even een kort momentje hoor. Even live voor de tv. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Ja? Het is zwaar. Ik heb kramp. Maar ik geniet. Helemaal. Ja, dat u geniet, dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Maar waar is het parcours het zwaarst? Beneden, denk ik. Overal, ik weet het niet. Nee, het is zwaar, maar... U houdt het wel vol? Ik houd het zeker vol, ja. Is het de eerste keer vandaag dat u naar boven loopt? Het is de eerste keer dat ik naar boven loop, ja. En komt er nog een tweede? Vandaag niet. Vandaag niet? Nee. Een ander keertje. Zijn het de pijntjes die misschien tegenhouden? Ik heb kramp, ja. Kramp in mijn kuiten, dus nee. Wat is uw motivatie om mee te lopen? Mijn man is overleden aan kanker 2 jaar geleden. Nee, dat is niet waar. 1 jaar geleden. Maar 2 jaar geleden heeft hij meegedaan aan de Alp. En nu doen wij mee met het gezin. Dus daar zijn uw gedachten wel bij? Zeker. Hij staat hier achter. Kijk eens, oh, dat is een foto van uw man. Ja, nou, dan wil ik ook even naar zijn naam vragen. Richard. Ja. Nou, Richard gaat mee, achter op de rugzak. Zeker. Nog een klein stukje, dan ja, bent u ja, wel. Ja, ik ben er bijna. En wat gaat u doen als u gefinished bent? Dan loop ik even een stukje terug en dan wacht ik op de rest van het team. Die zijn aan het fietsen en dan gaan we samen nog een keer over de finish. Oké. Geniet van het moment. Dankjewel, dat even doe doorzetten. Ik. Ja, dankjewel. Tot ziens, dag. Ja, kanjers zijn, dat hoor ik nog de speaker op de achtergrond zeggen. De mensen die hier de berg aan het beklimmen zijn. Wie zeker ook een kanjer is, is Patrick Smit. Die staat naast me. Patrick, je bent voor de tweede keer nu omhoog gekomen, ja, toch? Ja, ik ben voor de tweede keer omhoog geweest. Hoe gaat het? Eigenlijk wel lekker. Ja? Na de daling even droge sokjes aan.
Ja. Ja, een riviertje in je schoenen natuurlijk, want het regent behoorlijk veel. Maar het gaat eigenlijk allemaal lekker, het gaat goed. Ja, jij fietst hier, iedereen fietst hier met een bijzonder verhaal. Ja. Jij ook, je bent zelf oud-kankerpatiënt. Ja. Wat had je? Teelbalkanker. Ja. Aan mijn rechterbal, zeg maar. Ja. Dus die is eruit gehaald, ben ik aan geopereerd. Preventief chemo gehad, maar gelukkig voor de rest geen uitzaaiing of zo. Dus ja, daar heb ik dan echt wel heel erg veel geluk mee gehad, dat ik echt, echt op tijd was. En ja, nu eigenlijk alleen maar controles gelukkig. Dus, ja. Ze zeggen wel eens, kanker heb je niet alleen. Hè? Heel je gezin, heel je familie leeft mee. De onderzoeken draagt de last ook van die ziekte. Ja. Voor jou heeft dat een bijzondere betekenis, toch? Het kanker heb je niet alleen? Nee, ja, nee, zeker. Zeker. Nou ja, Den heeft me er doorheen geholpen, zeg maar. Ja, Den is Denise. Denise, ja. Denise. Vertel het verhaal eens, want ook dat is een vriendin van je en zij werd ziek. Ja, zij was al ziek vanaf jonge leeftijd, vanaf 8 jaar oud. En ze heeft 21 mogen worden. Alleen ja, toch 3 jaar terug toen ik dus die operatie had. Daarna, tijdens mijn kuur eigenlijk, hebben we tegelijkertijd in Daniel de Hoed lopen kuren. Ja. Dat was echt gewoon bizar. En eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkwam, nam ze eigenlijk heel mijn week over. En ja, maakte ze er eigenlijk gewoon een klein feestje van. Ja. Dat vond ik zo bijzonder. Ja, zij was al kaal, ze had een kuur gehad. En ja, ze had dan een hersentumor. Mm-hmm. En ook nog een tumor in de rug. Ja, dat zo'n meisje dan toch, ja, toch mij bleef pushen van hop op die home trainer, hop uit je bed, hop gewoon eten, gewoon doen. Ja, dat vond ik zo geweldig. En ik heb het zo ontzettend, ja, klinkt stom, maar ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad aan Daniel de Hoed. Ja. Puur door haar. Ja. Ja, zij trok me 's ochtends mijn nest uit en ja, ze trapte me 's avonds weer terug. Positief ja, erin staan, echt, dat echt super positief. Ja. Ja. Ja, zij was heel positief. Positief erin staan, dan hoor je vaak dat dat bijdraagt, dat het helpt om ja, positief in te staan. Heeft ze jou daarin echt geholpen ook in jouw herstel? Ja, zeker. Maar ja, je krijgt toch een klap van ja, je hebt het gehad. En ja, zeker tijdens Daniel de Hoed heeft ze dat op en top gedaan. En ook daarna, zeg maar, stuurden ze allemaal van die ja, schunnige berichtjes tussendoor, zeg maar, van hey Kale, hoe is het, weet je? Ja, ja, ze heeft ja, zo verschrikkelijk veel voor me gedaan. En ja, eigenlijk op de begrafenis kwam ik er eigenlijk achter dat ik haar nog nooit echt volop bedankt had. Ja, je zegt al begrafenis, en, zij heeft het niet ja, gehaald. Zij is helaas overleden, vorig jaar maart. Ze is 21 jaar mogen worden. En ja, dit is eigenlijk mijn dankjewel aan haar. Ja, want je kwam erachter dat je nooit hebt gezegd, Denise, Den, ja, dankjewel voor je steun. Ja, inderdaad. Nee, dat is stom eigenlijk, hè. Ja, zulke dingen vergeet je van. Ja, dan dus kun je ervan uitgaan dat ze dat wel wist, toch? Als je een rol had over elkaar. Ik denk het wel, ja. Ja. Denk het wel. Hey, je hebt een bijzonder woordje ook gehouden op haar uitvaart, op haar begrafenis. Wat heb je gezegd? Ja. Ja, ik heb het eigenlijk expliciet eigenlijk gehad over ja, de tijd met z'n tweetjes in Daniel de Hoed. En hoe we dat eigenlijk beleefd hebben. En eigenlijk die dagen, ja, die weken, maanden daarna eigenlijk. Iedere keer als ik er zag of ik ging weg, was ze hou je taai, ik zie je de volgende keer. Ja. En dat was iedere keer. Ik zei ook nooit iets anders. Ja. En ja, ze is gewoon verschrikkelijk sterk geweest in alles. En dat ze nog steeds, terwijl dat ze ja, uiteindelijk wisten dat die tumoren niet meer weggingen in de hoofd. Dat ze nog maar ja, een bepaalde tijd te leven had. En dat ze dan nog steeds andere mensen wilde helpen. Ja. En dat ze mij steeds meer dat duwtje in de rug gaf. Zo, joh, je moet gewoon door blijven gaan. En ja, ja dat vond ik eigenlijk zo bijzonder. Ja, dat heb ik mogen zeggen tijdens de begrafenis. Ja. En daarna ook nog de kist dragen. Ja, het was een trieste dag, maar eigenlijk ook wel, ja, je gaat weer lachen met elkaar om de typische Den dingen, zeg maar. En ze kon je zo op de kast jagen en ja, het was gewoon wel, als zij er was, dan was het altijd wel een feestje. Ja, ik kan me voorstellen, als je hier naar boven fietst, de Alpe d'Huez op, staan al die mensen aan de kant je aan te moedigen. Maar misschien neem jij Den wel in je hoofd mee, ook aanmoedigend positief, zoals ze ook al was in het ziekenhuis. Ja, zeker, zeker. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk, ook voor de mensen die langs de kant, ook heel positief zijn. Omdat, ja, Den was altijd positief. En ja, die heeft dat altijd bij mij een beetje ja, doorheen gedrukt, zeg maar. Ja, en als er iemand een beetje langs de kant staat, moet er een op, even een high five. En ja, nou, dat vind ik zelf wel tof, maar inderdaad gewoon positief blijven. En ja, dit moet gewoon mijn dankjewel voor Den zijn. Ja. Dus, ja.
Prachtig. Nou, twee keer heb je hem gehad. Daarna, wat is het doel? Ja, vier keer eigenlijk. Vier keer. En als ik nog wat over heb, dan misschien een somhorigheidsklim nog. Dus wie weet. Met een beetje hulp. Met een beetje heel erg veel hulp. Kom je naar boven. Ik heb geen enkele twijfel dat je dat gaat lukken met steun van Dan. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Snel je fiets op. Dankjewel. Gaan wij kijken hoe het bij Mark op het parcours is. Ja, want hier kom ik een paar kanjes tegen. Die hebben we al even eerder in onze uitzendingen gezien. Een mevrouw hier in toch wel een bijzondere voertuig. Maar vooral ook die hartjes, hè, met allemaal namen erop. Ja, dat klopt. Hoe is het gegaan? Allemaal mensen die met me mee zijn gegaan. Goed. Ja? Ja, ik had eventjes moeite met dat het te zwaar was voor de duwers. Ik voelde me schuldig. Maar ze hebben het goed gemaakt. Ze zeiden van... volgend jaar weer, maar daar wil ik ze niet aan doen. Ik ga even achter u staan hoor, want dan ga ik even naar de duwers toe. Want meneer, ik heb u al horen zeggen, bij welke bocht was het trouwens dat u zei van... het is best wel zwaar. Ja, bocht 7 of zo. Ja, bocht 7 was dat, hè? Ja, maar het werd steeds makkelijker, dus... Het werd steeds makkelijker? Ja, makkie. En hoe kan dat dan? Nee, weet ik niet, maar op een gegeven moment hadden we een mooi ritme te pakken. Toen ging het best. Dat ritme, dat is belangrijk. Ja. Ja. Hoe vond u het onderweg? Ja, het is jammer van de regen, maar voor de rest was het super. Ja? Ja. Nou, bent u nat? Dat valt ook wel iets mee, toch? Nee, ja. Ja, het droogt vanzelf. Het droogt vanzelf. Het meeste valt naast je, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. En even aan u vragen, want hoe gaat het met u? Want u bent ook een van de duwers. Nou, het gaat prima nog, moet ik zeggen. Het valt me niet tegen. Maar we werden onderweg ook wel geholpen door andere medelopers, hoor. Dan kregen wij als duwers zijnde een extra zetje in de rug. En dat scheelt. Waar? Ja. Dus die gingen spontaan meehelpen. Dat zijn eigenlijk spontane hermannetjes. Inderdaad. Op de berg doe je niks alleen. Hè? Hoe voelt dat als u dan ook die steun krijgt? Ja, geweldig. Dat is echt mooi. Ja. Ja. Gaat u nog een keer? Ik wou nog een keer fietsen vandaag. U gaat nog fietsen? Ja. Oké, okay. En wat gaat u doen? Ik heb misschien ook nog fietsen, maar daar moet ik even over nadenken. Ja, toch wel? Ik weet niet. De fiets staat klaar dus. Ja, precies. Nou, ik ga nog even naar mevrouw. Want u heeft een hele mooie hond bij u, hè? Ja. Dus en die heeft er ook goed volgehouden. Een steuntje. Ja, hij heeft het super gedaan. Echt super gedaan. Ik heb hem pas 4 weken, maar hij doet het fantastisch. Blijft u hier nog staan of gaat u weer verder? Nee, we gaan nou naar de finish. U gaat naar de finish? Ja, zal ik even meehelpen duwen? Ja, dat mag. Oké, nou, we gaan naar de finish. En ik zie dat in het midden nog wel een plekje vrij is. Dan vind ik het prima om daar even mee te helpen duwen. Wat duw ik nou? Ja, rem kan eraf. Ja, rem... En zij stuurt, hè? Zij bepaalt ook welke kant we op gaan. Ja, dus gewoon volgen. We gaan gewoon volgen. De hond gaat mee. Ja. En dan 1, 2... Maar ik kan ook gewoon wel even, zonder deze meneer duwen, die mag best wel even genieten van wat rust. Even uitkijken voor de wielrenners die naar beneden gaan. En dan hop, naar boven. Want vanaf hier is het eigenlijk nog maar een heel klein stukje. En daar ben je er. Daar ben je over de finish. En dat moet voor u ook wel een heel geweldig gevoel zijn zometeen. Ja, geweldig. Er gaat een handje de lucht in, hoor. En dan, daar doen we het toch voor. Nou, ik ga even twee handen gebruiken om te duwen. Dus op naar de finish. Twee handen. Ja, dat lijkt me best zwaar om zo naar boven te duwen. Hij duwt en zijn kameraad ook. En zij stuurt, ik hoop, naar boven naar de finish. We gaan even kijken een stukje verder het parcours af. Ongeveer op 2/3 van de klim in bocht 7. Daar is Marjolein. Ja, inderdaad. En net aangekomen in bocht 7 is Kim hier naast mij. Die is voor de tweede keer al in bocht 7. En jij staat met een hele lange nek te kijken naar je vriendin. Ja. Ja, die is nog iets achtergebleven, maar ik wacht graag op haar. Jullie fietsen samen? Ja, klopt. Ja. Jullie zijn vriendinnen? Ja, klopt. Ja. En hoe bevalt het? Hoe is het op de berg? Het is zwaar, maar het is wel goed te doen. En sowieso de motivatie is er, dus dat scheelt al een hele hoop. Wat is jouw motivatie? Nou, zijn tante Angelique, dat is wel echt de grootste motivatie. Ja. Wat is daarmee? Die is helaas ziek, dus dat is wel heel moeilijk. En dan ga ik even ook naar hem toe, want dat is jouw vriend? Ja. Ja, als supporter. Jij doet niet mee, hè? Jij doet niet mee, maar je staat wel te supporten. En jouw tante is ziek, begrijp ik. Ja. En hoe vind je het dan dat jouw vriendin deze prestatie levert? Geweldig. Echt fantastisch, ja. Wat doet dat met jou? Heel veel. Mijn tante is ziek, dus dat is natuurlijk niet leuk. En dat is de reden dat ze hier allemaal zijn. En dat ze gaan fietsen. En dat vind ik echt... Ja, ik ben super trots. Super trots. Super knap. Ja. Ja, terug naar Kim, want Martina, jouw vriendin, die is er nog niet. Nee. Ik zat al te kijken, maar ze is er nog. Je wacht net zo lang totdat ze er is. Samen uit, samen thuis? Ja, precies. Bij de finish? Ja, is wel de bedoeling. Zo is dat.
Ja, we doen het om geld in te zamelen voor het goede doel natuurlijk. Dat kan op een hele hoop manieren. Je laten sponsoren, acties houden in je woonplaats om zo geld in te zamelen. Maar dat kan ook met Lego steentjes. En hoe dat dan gebeurt, dat zo horen we zo meteen. We gaan eerst eventjes kijken naar het team Big Challenge. Dat is een van de grotere teams die hier meedoen. Met 200 man zijn ze de afgelopen dagen en vandaag daarboven aan het fietsen en wandelen gegaan. Zij bestaan dit jaar 10 jaar en herdachten dat eerder deze week boven op een heel mooi plekje hier op de Alp. Ja, ik denk nog wel vaak terug aan dat eerste moment dat we hier in 2009 met één big challenger, mijn vader, toen aan de start stonden. En ze zijn nu niet meer te tellen. Ja, dit is de motivatiebijeenkomst van de big challenge uit. En de bedoeling hiervan is eigenlijk om even allemaal stil te staan waarom we hier zijn. En voor mij is dat natuurlijk voor mijn vader. Maar dat is niet het enige verhaal dat hier rondloopt. Iedereen kan zijn verhaal kwijt. De lach en de traan liggen letterlijk naast elkaar. Ja, dat is fantastisch om mee te maken. Er is geen mooier gevoel dan dat, kan ik zeggen. Vergraaf ik jou in mij. Niet bij die steen daar, in die lange rij. Ja, in 2007 is mijn vader ziek geworden. Die heeft darmkanker had hij. En in 2008 heeft hij toen besloten om mee te gaan doen aan Big Challenge of aan Alpe d'Huez. En hij wilde het wel anders doen, want hij zegt van hij was altijd veel in bedrijfsleven bezig. Dus die varkenshouderij waarin ik heb gewerkt, dat is zo'n mooie sector, maar het is eigenlijk altijd negatief in het nieuws. En ik wil ze eigenlijk, die twee passies die ik heb, de varkenshouderij en het fietsen, die wil ik samen gaan voegen. Ik sta hier als trotse boerendochter. Omdat ik trots ben een dochter van de Spam te zijn. Ik sta hier omdat ik trots ben een deel uit te maken van een prachtige familie. Waarin iedereen voor elkaar klaar staat wanneer dat nodig is. Hij heeft de opstart gedaan, maar in januari 2010 overleed hij aan de gevolgen van zijn ziekte. Hij is ook ongeneeslijk ziek geweest, 1,5 jaar. Dat was hij al toen hij hier kwam. Maar de levenslust die nog in hem zat, die heeft hij voor zijn familie en vrienden gebruikt. Maar ook bovenal voor Big Challenge. En Hoe neem jij die mee? Ik probeer vooral de mooie herinneringen die ik met hem hier heb gedeeld mee te nemen. Maar je krijgt ook zoveel mooie nieuwe herinneringen. En ik heb hier zoveel andere mooie momenten met mensen gehad. Dat het Alpe d'Huez virus en het Big Challenge virus, dat zit gewoon helemaal in mij. Big Challenge maakt het verschil. Ja, en het is niet alleen de verhalen delen en met elkaar deze uitdaging aangaan, maar het is ook om geld in te zamelen. Ik kan zeggen, we hebben weer zo verschrikkelijk veel geld opgehaald. En dat, hoeveel? We zijn over het miljoen heen. Dat is toch wel heel mooi als je dat kan zeggen, dat je met 200 man weer een miljoen bij elkaar hebt gefietst. En in 10 jaar tijd is er al meer dan 8 miljoen euro bij elkaar gefietst door de Big Challenge. Ja, dat is werkelijk waar fantastisch. Werkelijk waar fantastisch. Meer dan een miljoen opgehaald door één team alleen. Dat belooft heel goed voor de hele actie. We gaan even van buiten naar binnen. Naar een hele bijzondere plek hier bovenop de Alp. Binnen is hier namelijk een hele lange wand. En daar kunnen mensen een persoonlijk bericht kwijt. Op een hartje voor een dierbare die ze heel veel succes willen wensen. Of die ze verloren zijn. Een hele mooie plek en een hele emotionele plek. En er is maar één manier om dat goed te laten zien. Dat doen we zo. Thank you.
prachtig zijn de boodschappen, hartverscheurend ook. Maar dit is wel wat mensen die hier naar boven fietsen, lopen, wandelen, rennen, handbiken, mee naar boven nemen. Voor de geliefden doen zij het en natuurlijk om geld in te zamelen, zodat die ziekte dit niet meer kan veroorzaken. Daarom moet er gefietst worden, dat is heel belangrijk. Of gelopen, de bergen op en Mark Bakker staat op het parcours bovenaan de berg ergens. Ja, en als je dan dit ziet, ja, dan weet je dat er wat aan de hand is. En pech, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, meneer, het is uw fiets. Wat is het probleem? De remblokken die zijn ver versleten door het geweldig mooie weer. Het is twee keer afgedaald in de regen. En nu de derde keer afdalen en ik vond ze niet meer goed genoeg. Dit is een remblok? Is dit juist een goeie? Dit is een goeie. Dat is een goeie, oké. Okay. Ja, die versleten die liggen daar op... op de tafel. Oké, okay, nou goed, maar de afdaling, hè, het is wel belangrijk om natuurlijk goede remmen te hebben, maar ja. U bent al één keer naar beneden geweest? Ja, al twee keer zelfs. Al twee keer zelfs? Ja, ja, en dit wordt de derde keer. En bent u met nieuwe remblokjes gestart vandaag? Ik was met relatief verse remblokjes gestart. Ze waren denk ik een week of 3-4 oud en weinig berg afgereden, dus ze waren eigenlijk nog wel zo goed als nieuw. En dat toch wel mooi dat u even hier onder deze luifel kan staan. Want we staan hier even bij een caravan die hier geparkeerd staat. Ja, dat is toch wel even fijn, hè? Even hier droog. Ja, dat is zeker fijn. En ik heb net ook warm eten gekregen hier. Oh, echt? Dus dat wordt prima verzorgd. Oh, dat is heel mooi. En wie is de eigenaar? Is dat die mevrouw? Die mevrouw en deze meneer. En deze meneer? Ja. Oh, kijk, u heeft dus voor eten gezorgd. Ja, voor eten. Ja, eten moet je bij mevrouw zijn. Ik fiets zelf ook, dus ik heb daar geen tijd voor om eten te maken. Maar, Wacht even, u bent van de technische zaken? Ik ben ook niet van de technische zaken. Ik ben vooral van het fietsen. Oké, okay, dan mag u nu vooral het stuur even vasthouden. Ja, de fiets niet omvallen. Gaat uitstekend. Ja. En als je iets over het recept wilt weten, dan kun je het beste bij mevrouw zijn. Nou, laten we de recepten even door gaan nemen naar deze mevrouw die nou wegloopt. Nee, ik ga even gezellig even bij u staan hoor. Wat goed van u, dat u gewoon eten klaar heeft voor deze meneer. Ja, heerlijk. He. Ik heb 6 meneer en een vrouw dat ik moet verzorgen. Aha, en wat heeft u gekookt? Ik heb verse koude rijstschotel en ragout op zijn Italiaans, maar wel met verse groenten bij. Heerlijk. En dat heeft u hier gewoon in deze caravan, of ja, de camper is het, hè, klaargemaakt? Begonnen. Vanmorgen om 3 uur begonnen met koken. Oké. Okay. Nou, goed. Ja. Fantastisch. Ja, ik ben toch even benieuwd naar zo'n remblokje. Zo'n versleten remblokje. Die wordt hier wel goed bewaakt door deze waakhonden. Dus ik probeer hem even te pakken. En ja... Oh, kijk, mijn handen worden al gelijk helemaal zwart. Maar zo ziet dat er dus uit. Het is dus heel belangrijk dat je goede remmen hebt. Dat je goede uitrusting hebt. Want je moet wel veilig natuurlijk beneden komen. En ja, Marjolein, waar ben jij? Ja, ik sta in bocht 7. En daar is het weer gaan regenen. Dus de paraplu is weer tevoorschijn gekomen. En deze mevrouw had een heel mooi shirt met allemaal namen erop geschreven. Zag er prachtig uit. Maar ja, nu de regenjas weer aangetrokken. Kijk. Onze pap, André, Raphaël, Ari, Bernard, Jolanda. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Hè? Ja, klopt. En daar fiets jij voor? Ja, voor allemaal. En de mensen die met een smiley erop staan, die leven nog. En die zonder smiley, die zijn overleden helaas. Maar ja, het zijn er best wel veel, maar ik wil dat wel graag doen. Dat doen we. Ja, weet je, je neemt ze wel mee in je hart. En dat kan niet anders dan dat je ze in je hart mee naar boven neemt. De zon schijnt ook in je hart, zou ik zeggen. Ook al regent het vandaag, maar het is toch... In je hart kan het alleen maar mooi zijn. En die mensen verdienen gewoon wel die zon vandaag. En hoe is het op de berg? Het is prachtig op de berg. Het is nat, het is mistig. Het is van alles wat. Je ziet lopers, je ziet fietsers. Mensen die met een tandem rijden en me dan inhalen, 2 dames. Ik zei, ja, dat zal wel dat ze me inhalen. Ik zeg, 2 dames willen een dame inhalen. Nou, je hebt ook wel praatjes, het is gewoon leuk. Ja, ik vind het mooi om te doen en het is prachtig. Hoe gaat het met de vermoeidheid? Met mij gaat het goed. Ik fiets mijn eigen tempo, hartslag blijft goed, dus dan is het goed, denk ik maar. Nou, je bent nog aan het stralen. Ja. Er was een andere groep waarvan de rest alweer vertrokken is, want die hadden zo... De pest in die regen. Die zeiden, wij gaan daar vast. Maar deze man staat nog vrolijk te lachen. Je krijgt een paraplu mee, hè? Wat zeg je? Je krijgt een paraplu mee, toch? Ja, ik hou hem boven je. Ja, maar dan mag je helemaal mee naar boven, toch? Wil je hem hebben? Nou, ja, graag. Gaat het goed op de fiets? Nee, dat denk ik niet. Maar de rest van je team... Oh, er valt er één. De rest van jouw team, die had zo de pest in de regen. Die zei, we gaan er vast. Maar jij staat hier vrolijk te lachen. Die wou niet koud worden. Dus dat is ook wel logisch natuurlijk. Als je warm bent en dan koud wordt, dan moet je weer warm trappen. Dus ja, dat is wel logisch. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Hoeveelste keer ben je hier? Dat is de tweede keer nou. Dus gaat daar nog een keertje en ben ik klaar. Dus komt wel helemaal goed. Ja, maar die regen dan? Ja, er is niks aan te doen, toch? Je krijgt het allemaal voor niks. Dus wat je voor niks krijgt, krijg je maar cadeau.
En voor wie fiets je? Ja, sowieso voor mijn opa en oma en ooms en tantes die dan overleden zijn. Maar er is er ook, er is ook heel veel mensen die gewoon ziek zijn. Dus er bij ons eentje in de wijk die ook ziek is, die momenteel in het ziekenhuis ligt. Dus daar fiets je wel voor. Daar mag je mooi aan denken als je hier de berg op gaat en je prestatie levert. Wil je het pluutje nog mee of niet? Nou ja, dat is wel lekker, maar dan word je zelf nat, hè? Alsjeblieft. Hey, dankjewel. Hoi, hè? Zo'n parapluutje lijkt me toch wel welkom in die regen. Ik weet alleen niet hoe makkelijk het gaat fietsen. En let op, we zagen het net al, het is spekglad op het parcours. Het regent in ieder geval in bocht 7. En als ik hier naar buiten kijk, is het hier ook weer nat. Het weer is onvoorspelbaar op zo'n berg. Even iets anders, Lego. Ik heb daar vroeger vrij veel mee gespeeld. Hele steden gebouwd, maar dat je daar geld mee in kon zamelen, dat wist ik niet. Maar hier gebeurt het wel en Robert-Jan weet hoe dat moet. We zien de berg die gebouwd is van Lego steentjes. We gaan later horen hoe dat dan uiteindelijk ook weer geld oplevert voor dat onderzoek tegen kanker. Want we fietsen hier naar boven. Nou, niet we, zij, die helden die naar boven komen. Die fietsen naar boven om geld in te zamelen voor dat goede doel. En we gaan eens eventjes kijken op de berg hoe het gaat. Donker gaat het op die berg. En toch hoor ik van een heleboel mensen die hier bij de finish eventjes bijeten en even bijkomen dat het ze eigenlijk ook niet deert wat voor weer het vandaag is. Nat word je toch van het zweet of zoals u ziet van de regen. Maar ook in de regen ervaart iedereen het als een hele mooie tocht. En mensen hebben soms verdriet, maar er is ook heel veel feest. Ik zit bij de finish en kan uit mijn raam de finish zien waar mensen met de armen omhoog... Nou, u ziet ze aankomen. Met de armen omhoog aankomen. Ik zie daar zelfs de dame met de duurs. Die is dus 14 kilometer geduwd met enorme stijgingspercentages. 21 haarspeldbochten hebben ze genomen samen met haar en haar hulphond. En ze hebben het gehaald. Ze zijn bij de finish. De mensen die we hier zien zijn daar bijna. Dit is het laatste stukje richting het dorp Hues. Beelden vanaf de motor ziet u hier. We horen de regen, we horen de kettingen, we zien de benen en we zien vooral vrolijke gezichten. En wat me ook altijd zo opvalt, dat zijn de dingen op de helm. Ik zie een discobal en een politiealarm. Heel veel mensen zijn goed versierd, zodat ze herkenbaar zijn, maar ook omdat het en een belangrijke dag is, maar ook een feestje. Iedereen maakt er met elkaar, met het team of met de begeleiders toch ook echt een feest van hoor. En die regen, ach, dat deert dan helemaal niet. Een diepe zucht zie ik bij mevrouw. Het laatste stukje. Ik zou er zo graag aanmoedigen. Je bent er bijna! Klein stukje nog. Een heel klein stukje. Goed herkenbaar aan de zonnebril op het hoofd. Dat is ook irritant hoor, als je dan nog in de bocht even ingehaald wordt. Maar het maakt hier op de berg niet uit of je snel bent of langzaam. Of je lang fietst, een aantal keer of maar één keer. Iedereen is even belangrijk en helpt elkaar. Robert-Jan, hier is nog energie over. Ik zie het inderdaad. Dan moet je even kijken hoe luchtig dat erbij loopt. Ja, als je omhoog gaat, dan krijg je het warm. Tot die ook mensen in kijk topjes. Dit, kijk ja. Dit, kijk dit. Ja, maar kijk hem gaan. Hij doet het hoor. Hij doet het. Voor al die mensen op zijn shirt. Maar dan ben je toch wel behoorlijk bezig geweest vanaf bocht 21. Zeker, zeker. Want maar laten we niet vergeten, het begint dus in Bourg-Poisson. Ja. In die bocht 21. En dan ga je door naar bocht 1 uiteindelijk. Ja, en bocht 1 maar zit hier vlak onder de finish, hè? Zo is dat. Zeg, Margeet, ik was zojuist bij een kraampje. Mm-hmm. Bij een speciaal project. Ja, ik zag net een paar Lego-blokjes en daar was jij. Daar was ik, wat met Lego te maken. Eens even kijken of we daar naartoe kunnen kijken. Nou, dit is de Alpe d'Huez. Hij is nu bij de 18e bocht. En eigenlijk vanaf bocht nummertje 19 is iedereen hem aan het opbouwen. Want die berg is van ons allemaal. We zijn hier allemaal voor hetzelfde doel. En dus kanker uit de wereld helpen. En
op bepaalde steentjes zijn teksten geschreven. En dat is van mensen die zijn helaas overleden. Of ze doen de Albu 6 speciaal voor iemand. En dat uiten ze op deze manier. Ja, het wordt zo achterloos verteld door Lidwina. Ja, dat klopt. Uit Nieuwegein. Maar moet je voorstellen, hier aan de Finnestraat, pal langs de dranghekken, ja. Terwijl de fietsers en de lopers voorbij komen, wordt hier gewoon een beetje gelegoot. Ja, dat klopt. En daar ben ik trots op. Het is Albu 6. Ja, dat wordt die. We zijn nou pas bij de 19e bocht, of de 18e bocht. Ja. En we moeten nog omhoog naar bocht 0. Ja, ik wou zeggen, want hier beginnen wij met bocht. Dit is bocht 21. Ja. Ja. En daar is bochtje nummer 19. Nummer 20. Ja, we gaan langzaam. Nummer 19 en nummer 18. En dan gaan we samen omhoog. Want we fietsen hem op, we lopen hem op, we schreeuwen mensen naar het top en samen bouwen we de berg op. Je bent dol op Lego, neem ik aan, Lidwina. Ja, dat klopt. Ja. Hoe zit dat? Nou, ik ben op mijn 12e eigenlijk besmet met virus. Harry Potter Lego was helemaal in. En toen ben ik uiteindelijk even moeder per ongeluk verkocht. Toen heb ik alles weer opnieuw gekocht op mijn 23e. En ja, toen is hij me opgehouden. Je moeder heeft het per ongeluk verkocht? Ja, ja, ja. Die dacht, Lidwina kijkt hier niet naar om, maar dat is niet zo. Nee, en nu sta je hier? Ja, klopt. Speciaal voor mijn moeder. Ja, de moeder zit er op de kampeerstoel. Ja. Kunt u er even bij komen, mevrouw? Want ik zie ook van allerlei die poppetjes. Heeft ieder poppetje, iedere afbeelding heeft dan een verhaal? Bijna wel. Die bakfiets hier? Die bakfiets, dat is Brix voor Albu 6. Ik ben de stichting Brix voor Albu 6 begonnen voor de Albu 6. Speciaal om de kinderen in een goed daglicht te zetten, in de zon te zetten. En een speciale beurs met allemaal Lego steentjes, Lego sets te showen. En SpongeBob staat erop, omdat hij onsterfelijk is. Het is een icoon. En kanker is een ziekte, die moet je genezen. En SpongeBob is een spons, die is, als je uitgedroogd is, geef je hem water, dan doet hij het weer. En hij is positief en je moet erin blijven geloven als je kanker hebt. Iemand op een skateboard? Ja, dat is iemand, een familie heeft dat gesponsord, speciaal voor de berg wat aan te kleden. Dit lijkt wel een engeltje. Ja, nou, dit is ook een gezinnetje. Ik had geen mooie poppetjes bij me, maar dat wordt nog opgeknapt. Maar dat is gewoon een gezinnetje wat op de berg staat te kijken als als supporters. En alles wordt dus gesponsord? Ja, vanaf deze bocht. Ja. En alle deelnemers en die rolstoel, alles is gesponsord. Je hebt zelf ook gefietst, hè? Nee, ik ga fietsen zo meteen. Ja. En je broer ook? Ja, en mijn vader ook. En je broer is bijna onderkoeld geraakt? Ja, bijna wel. Hoe kan dat nou? Ja. Koud, regen en het ging helemaal goed. Wat vindt moeder ervan? Ja, ik vind het geweldig. Ik moet zeggen, ze kwam thuis, ik ga de Albu 6 rijden. En toen zei de vader, dan doe ik ook mee en de broer en ik ook. En toen hoorden we of geld bij elkaar moesten halen. En toen dachten we, hoe krijgen we dat voor elkaar? En toen zei ze van, nou, laten we iets met legosteentjes gaan doen. Want u heeft ook met de ziekte te maken, begrijp ik, hè? Ja, maar ik ben beter. Nou, dat valt nog te betwisten, want je mag pas over 5 jaar mag je zeggen ik ben kankervrij en dat is niet zo. Het was sinds januari afgelopen. En dit is echt een steun? Ja, een steun voor mijn moeder en voor iedereen die kanker heeft. Want ik wil gewoon dat die ziekte, die vreselijke ziekte, dat die uit de wereld geholpen wordt. Nou ja, zo draagt iedereen zijn steentje bij, zouden we letterlijk kunnen zeggen. Het is gewoon een Lego-bouwsel wat hoger en hoger wordt. Dat klopt. Met een symbolische betekenis. Ja. Ja, en als hij af is, dan gaan we kijken wat we mee gaan doen. We willen hem eigenlijk laten rondtoeren als in het ziekenhuis. Dankjewel. Nou, tot slot. Tot slot. Wij geven een Lego-beurs. 26 en 27 januari. Een beurs waar je Lego-steentjes kunt bouwen. En kopen, kijken, van alles. En dat is allemaal voor de opbrengst voor de Albu 6. Maar eerst staan we nog op de top. Zeg. Ja. Veel plezier nog vandaag. Dankjewel. En succes. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, en zo draagt iedereen dus zijn steentje bij. Die Legoberg die kan nog een stukje hoger. In ieder geval, tot aan de top moet hij gebouwd worden. Hij was nog niet tot aan bocht 1, maar daar kunnen we wel live beeld van krijgen. Want daar staat Mark. Ja, bocht 1. En het is hier alweer begonnen met regenen. En ik zit even hier op deze balustrade, het hek, tussen twee jongens. Lekker, hè? Even onder mijn paraplu. Ja. Ja. Wie ben je? Cas de Wilde. Waar kom je vandaan? Uit Meppel. Uit Meppel. En hoe oud ben je? 13 jaar. 13 jaar. En wie ben jij? Ik ben Teun Derksen. En jij bent hoe oud? Ik ben ook 13. En je komt ook uit Meppel?
Nee, uit de wijk. Maar uit de wijk. Oh, dat is vlakbij Meppel, hè? Ja. Dat is daar vlakbij in de buurt. Ja. Zeg, jongens, je bent bijna bij de finish, hè? Ja. Ja. Is het de eerste keer dat je de berg op gaat? Ja, tot nu toe wel. Okay, maar je was wel even toe aan een rustmomentje. Ja, we moeten wachten op onze vaders, dus. Moet je wachten? Echt waar? Die zijn er al. Oh, die zijn er al. Die komen er nu aan fietsen. Oké, maar dan zijn jullie dus wel een stuk sneller, zie ik. Ja. Zijn jullie beter getraind? Nou, dat weet ik niet, maar we zijn gewoon sneller. Jullie zijn gewoon sneller. Ja, nou, dat is heel mooi. Hoe vind je het hier vandaag? Ah, ik vind het echt heel leuk. Het is echt een leuke sfeer die hangt. En dat je er ook nog die berg beklimt en er ook nog een trots voor boven komt, dat is echt geweldig. Is het ook echt de eerste keer dat je op de Alpe d'Huez bent? Nou, we hebben deze week hadden we een keer tot bocht 10 gedaan. Ja. Maar dat konden we dus niet helemaal afmaken. Maar ik bedoel eigenlijk voorgaande jaren ben je hier toen ook geweest? Nee. Dus, maar goed, met welke verwachting ging je hier naartoe? Wat voor idee had je wat er zou gaan gebeuren? Ja, ik wist wel dat het een zware berg was. Dat sowieso. En we zouden gewoon één... Ja, het is wel echt veel steile stukken. Maar goed, je wacht hier nou op je familie. Ga je straks nog een keer naar beneden en dan weer omhoog? Ja, wij mogen niet naar beneden, maar we gaan zeker nog een keer omhoog. Maar je mag niet naar beneden? Nee, wij moeten met skilift. Oh, met de skilift. Ja, maar dan ga je ook naar beneden natuurlijk, ja. Hè? Mm-hmm. Ja. Maar goed, de skilift is lekker makkelijk. Hoeveel keer wordt het vandaag? Ik hoop 2 keer. Je hoopt 2 keer? Ja. Oké, en hoeveel keer hoop jij? Ja, ook 2 keer. En misschien 3 keer. En die mensen die daar staan, hè, dat zijn jullie familieleden, begrijp ik. Dat is mijn vader? Of... Ja, stiefvader. En... Hey, als je je fiets even opzij doet, dan loop ik even naar ze toe. Ik ben even benieuwd. Want de jongens die zijn dan jullie hier. Ja, hoe zit dat? Dat is een pijnlijke ervaring. Ja. Een pijnlijke ervaring? Ja, nee, ik vind het prachtig voor ze. Ze hebben het erg goed gedaan en de jongens die klimmen zo makkelijk. We zijn ook trots. We zijn zeer trots. Ja, absoluut. Goed, zeer trots. Ik loop even om mijn cameraman heen. Dan kan ik makkelijker even naar deze andere meneer. Want ik heb wel een paraplu. Ik wil u even wat schuiling bieden. Ja, het is wel wat laat. Oké. Ik zie bijna dat u het nodig heeft. Ja, dat klopt wel. Maar het viel niet tegen. Het ging best goed. We hebben proefgefietst 1,5 dag geleden. Ja, 2 dagen geleden. Ja. En dat was heel warm. En toen ging het zwaar. Maar eigenlijk gaat het best goed. Niet dat ik hou die man er niet bij. Maar ik ben blij dat ik hier ben. En u komt ook uit Drenthe? Ja. Ja. Dan kun je toch ook prachtig fietsen? Ja, super. Ja, doen we ook. Maar minder heuvelachtig. Nou ja, goed. Niet zoals hier natuurlijk. Wel water. Wel veel water, ja. 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 Dat is mooi. Maar de jongens die willen nog wel een keer. Hoe zit het met deze heren? Nee, ik doe het niet, denk ik. En nu? Ik denk dat wij het hierbij laten. Ja. En heeft dat met de regen te maken? Nee, maar het is de aanslag op... Nauwelijks getraind, weet je. Dus laten we maar niet 2 keer gaan. Ja. Ik ga nog even tot slot naar deze jongens. Oh, we moeten even uitkijken voor de afdalers hier. Jongens, als jullie de finish bereikt hebben, wat ga je dan doen? Naar familie. Naar familie? Ja. Oké, ik dacht een juichkreet, maar dat kan natuurlijk ook. Hé, zet hem op, hè. Veel plezier. Goed, en ze kunnen weer verder. Deze jongens en de beide heren. Een juichkreet en naar de familie toe om uiteindelijk, als je bij de finish bent, dat te vieren. We kijken ondertussen even naar beelden vanaf de motor. Dit is René van Kooten. Die beklimt ook de berg. En later vandaag schuift hij hier in de studio aan om te vertellen waarom. Want ook hij heeft, net als alle andere deelnemers hier, een ontzettend bijzonder en indrukwekkend verhaal. Dat later dus vandaag in deze uitzending. Dit uur van de uitzending rond de actie Alpe d'Huez zit erop. Vanaf de berg de Alpe d'Huez. Dit is een gezamenlijke uitzending van het AD, NOS Nieuws en de regionale omroepen. Sommige omroepen moeten in de komende minuten wat reclame uitzenden of nieuws. Dus blijft u vooral kijken. De omroepen die dat niet doen, zenden gewoon nog koersbeeld uit. Dus blijf hangen. Over een uur is mijn collega Daniel staat op deze plek. En wij houden u de komende dag op de hoogte van alle ontwikkelingen hier op de Alpe d'Huez.